Ik ben terug op YouTube nadat ik al twee jaar niks meer heb geüpload. En in deze video ga ik vertellen waarom. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Demi en ik heb al een paar jaar een YouTube kanaal. Ik heb zelfs een YouTube marketing bedrijf, maar voor mijn eigen YouTube kanaal heb ik al twee jaar niks geüpload. En in deze video ga ik je vertellen hoe dat is gekomen. Um, het begon allemaal met dat ik uh, YouTube video's maakte als hobby. En toen nog niet de positionering van mijn bedrijf had doorgezet... naar een YouTube-marketingbureau, videomarketingbureau. En um, ik maakte toen YouTube-video's als hobby. En dat was begonnen met het vloggen in een winkelcentrum. En um, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Als ik dan op vakantie ging, maakte ik een vlog of een video. Uh, als ik met vriendinnen wegging, maakte ik een uh, video daarover... naar bijvoorbeeld Londen of naar Praag. En ik had daar heel veel plezier van. Alleen het kostte me ook echt ongelooflijk veel tijd. Dus toen mijn bedrijf ging groeien... toen Stond ik voor een keuze van hè, alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar wat ga ik het meeste aandacht geven? En um, ik heb toen besloten om mijn persoonlijke YouTube-kanaal te laten liggen. En voornamelijk te focussen op het bedrijfskanaal. En de klanten voor dat bedrijfskanaal. Omdat ik die nieuwe positionering wilde waarborgen. En um, dat gaat goed. Uh, daar ben ik ook heel blij mee. Alleen ik merkte dus uh, de laatste paar maanden dat ik mezelf daar een beetje in verloor. Um, alles leek een beetje om business te draaien en steeds minder om wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen. Los van dat ik mijn bedrijf heel erg leuk vind, ben ik natuurlijk ook gewoon een persoon met interesses in beauty, ondernemen, uh, winkelen, nou nog heel veel andere dingen. En ik dacht ja, ik had daar vroeger een plek voor om dat te vertellen en ik heb die plek eigenlijk gewoon achter me gelaten. En begon dat steeds meer ja jammer te vinden en meer ja, een beetje tegen mezelf in te praten van nou hè, waarom begin ik er nou niet aan waarom is die drempel voor mij nou zo hoog um, en dat komt eigenlijk omdat ik me een beetje te veel op aangetrokken van wat andere mensen vonden en vinden natuurlijk um, is het zo dat alles wat je aandacht geeft dat groeit um, maar ik ben natuurlijk een persoon met bepaalde interesses en ik heb ook een bedrijf en ik ben niet mijn bedrijf en ik wil dit YouTube kanaal en mezelf een kans geven, een nieuwe kans geven. om dit gewoon weer de wereld in te helpen. En waar ik video's over ga maken op dit kanaal. het gaat een beetje anders zijn, maar het gaat ook weer overlappen met de video's die ik eerder heb gemaakt. Maar het gaat voornamelijk rondom beauty. Dus cosmetica tips. goede cosmetica producten. misschien ook wel he, cosmetica producten voor film. Uh, cosmetica, cosmetica producten voor foto's. hoe je het beste je make-up aanbrengt. Nou, dat soort dingen. omdat ik dat zelf heel erg leuk vind om te doen. En aan de andere kant een stukje over ondernemerschap. Kijk, ik heb ondernemerschap ook helemaal zelf moeten leren. Dus niemand die tegen mij heeft gezegd, je moet het op die en die manier doen. Dus niemand die mij bij mijn hand heeft gepakt en gezegd... Nou, Demi, als je dit bedrijf wil starten, dan moet je het op deze en deze manier doen. Um, ik heb zelf ook geen filmopleiding of wat dan ook gedaan. Dus uh, je kan je voorstellen dat de afgelopen vijf en een half jaar als ondernemerschap... dat ik heel wat leerlessen heb geleerd. En... Soms denk ik wel eens van, nou, nu heb ik de juiste mensen om me heen die me daarmee kunnen helpen. En die had ik toen op het moment dat ik begon nog niet. Dus ik wil mijn kanaal ook een plek maken waarin ik advies kan geven of situaties kan vertellen die ik heb meegemaakt waar jij voor je eigen bedrijf of misschien voor het bedrijf van je moeder, vader, vriend of vriendin ook wat mee kan. Dus kortom, ik geef mezelf een kans, maar ik wil jou ook wat bijleren over aan de ene kant beauty als je daar geïnteresseerd in bent en aan de andere kant een stukje business. Ofwel ondernemerschap. Dus mocht je daar geïnteresseerd te zijn en heb je zoiets van: hier heb ik heel veel zin in, abonneer dan op het kanaal en ik hou je 100% op de hoogte van nieuwe video's.